Nou, ook bij de winnaar hadden we het heel moeilijk om een keuze te maken, maar uiteindelijk was toch wel heel duidelijk wie echt de winnaar is geworden. Namelijk Myrthe. Wil jij daar iets over zeggen weer? Myrthe, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En we vonden het, eigenlijk hadden we alle drie, dat we langer bleven staan bij dit werk. En we hebben het gelezen, nog een keer gekeken, met elkaar erover gehad, eromheen gelopen. En we vonden dat er ontzettend veel aandacht aan besteed was. Ja, en je wordt er eigenlijk meteen naartoe getrokken ook, omdat er zoveel dingen te zien zijn. En wat heel boeiend is, is dat er een totaal verschillende voor- en achterkant is. Ja. Dat er dus ook heel veel lagen in het huis zelf weer zitten. Ja. En we vonden het heel persoonlijk ook en kwetsbaar. En jij noemde het zo mooi invoelbaar. Ja, heel invoelbaar. Ja. Ja. Dus heel knap gedaan en echt winnaarwaardig. Winnaarwaardig, ja. Dat is een mooi woord.